kijkers. Welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. De brandweer Caribisch Nederland heeft afgelopen vrijdag 31 januari een nieuwe bluswagen in gebruik genomen. Het gaat om een Crash Tender Global Striker. Korps Caribisch Nederland is een bijzonder brandweerkorps binnen dit koninkrijk. Dat weten wij natuurlijk allemaal al. Dat heeft ook heel veel redenen. En één daarvan is dat wij naast de overheidsbrandweer ook de luchthavenbrandweer verzorgen. Dat gebeurt eigenlijk in het Koninkrijk alleen in het Caribisch gebied. Hier op Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Aruba. En dat maakt ons korps bijzonder. Dus één van onze taken is luchthavenbrandweer. Als het gaat over brandweertaken, dan hebben buitenstaanders het vaak over uitrukken, aantal uitrukken en opkomsttijd. Dat is vaak waartoe de prestaties van de brandweer versmald worden. En die dingen zijn ook belangrijk. Natuurlijk, als er een brand of een incident is, dan is het belangrijk dat we uitrukken. En dan is het belangrijk dat we er snel zijn. Maar eigenlijk gebeurt dat niet zo heel vaak en gelukkig maar. Dus eigenlijk is de belangrijkste taak die we hebben, is paraatheid. Zorgen dat we er zijn. En dat doen we op vele manieren. Dat doen we met onze mensen. Dat doen we door onze mensen goed op te leiden en geoefend te houden. Dat doen we ook door onze organisatie daar goed op in te richten. We zorgen er altijd voor dat we snel zijn, snel weg kunnen, snel hulp kunnen verlenen. En dat doen we ook met state-of-the-art producten. Dus wat de brandweer doet is natuurlijk uitrukken, maar veel belangrijker is er te zijn. 7 dagen per week, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar en in dit jaar zelfs 366 dagen. Een collega brandweerofficier in Nederland heeft een onderzoek gedaan naar de maatschappelijke waardering voor de brandweer. Hij is daar zelfs in gepromoveerd. Dus een van de brandweerofficieren nu in Nederland is dokter-ingenieur geworden door zijn onderzoek naar de maatschappelijke waardering van de brandweer. En wat hij ontdekt heeft, hij heeft daarover gesproken met burgers, met bedrijven, met bestuurders, is dat die partijen vooral de paraatheid van de brandweer belangrijk vinden. Het is belangrijk voor hun om te weten dat de brandweer er is, dat de brandweer komt als ze hulp nodig hebben en dat de brandweer dat doet zo snel als ze kunnen. Daar vertrouwen de mensen op en dat geeft de mensen ook vertrouwen. Dus waar vaak media en inspecties kijken naar op het moment dat er wat gebeurd is, een incident van wat ging de fout en wat had er beter gekund, en dat is ook heel belangrijk, kijken burgers, bestuurders en bedrijven veel meer naar paraatheid. En dat geeft hun vertrouwen. Vertrouwen om veilig te leven, vertrouwen om te ondernemen en vertrouwen ook om veilig te reizen of te vliegen. Dus ik hoop dat jullie dat ook onthouden na vandaag, dat als het gaat over wat doet de brandweer, dan is dat natuurlijk hulp verlenen en uitrukken. Maar ik hoop dat jullie onthouden dat de brandweer er vooral is voor paraatheid. Weten dat we er zijn op het moment dat jullie het nodig hebben. En als mensen vragen naar wat kost eigenlijk de brandweer, ja, dat mag je best vragen, maar vraag ook eens wat levert de brandweer op. En dat is volgens mij vertrouwen, het voldoen ook aan regels en daardoor kan bijvoorbeeld een vliegveld draaien. Daardoor kan er gevlogen worden en dat is belangrijk voor de ontwikkeling van Bonaire, van de economie op Bonaire en voor de ontwikkeling van de mensen. Albert Gilling, interim algemeen commandant van de brandweerkorps, is tevreden met het aanschaffen van de nieuwe Crash Tender Global Striker en vertelt vervolgens de bijzondere functies dat de Crash Tender heeft. Over de Crash Tender. Ik zei net al, we hebben nodig mensen die goed opgeleid zijn, maar ook goede spullen. En één daarvan is onze nieuwe Crash Tender. En wat zijn daarvan de bijzonderheden? Nou, hij is groot, hij is geel, hij is snel en hij is sterk. Hij kan zelfs een personenauto met zijn spuit hij gewoon omver. En natuurlijk valt er veel meer te zeggen over die bijzonderheden. Maar na de plechtigheden is de informatie beschikbaar. De luiken van de auto gaan open en brandweercollega's zijn beschikbaar om te vertellen wat deze auto allemaal wel en niet kan. Wat ik als commandant belangrijk vind en bijzonder en waar ik trots op ben, is hoe deze auto er gekomen is. En dat is vooral door samenwerking. We hebben een werkgroep gevormd en met alle ploegen is gesproken over de nieuwe Crash Tender en wat die moet kunnen. En als je met mensen daarover in gesprek gaat, dan kom je tot hele slimme ideeën. En een paar wil ik noemen. Er zitten bijvoorbeeld extra lange en zwengbare haspels op. Dat betekent dat als er met een vliegtuig iets misgaat en we hebben het vliegtuig van de buitenkant geblust, dat we veel sneller en veel beter naar binnen kunnen en mensen in het vliegtuig kunnen redden. Een tweede is eenvoudige bediening.
Als wij moeten optreden, is het altijd onder stress en moeilijke omstandigheden. Dus ons materieel moet eigenlijk zo simpel mogelijk zijn. En nou, dan zie je bijvoorbeeld terug dat apparatuur bediend wordt door middel van joysticks. En zeker de nieuwe generatie is supergoed gewend om te werken met joysticks. Nou, en als je dat terugvindt in onze brandweervoertuigen, dan helpt dat om hem je snel eigen te maken. En het was ook heel mooi om te zien dat toen hij een paar weken geleden aankwam en de leverancier hier was en de bouwer, zeg maar, om onze mensen uitleg te geven, dat onze mensen zeiden, ja, het is een fijn voertuig. Het werkt makkelijk, hij voelt vertrouwd, wij kunnen hier prima mee werken. En een derde punt, wat er eigenlijk in is gekomen en mede door het denkwerk van eigen collega's, dat het voertuig zijn eigen gezondheid kan monitoren. Het voertuig heeft zelf door wanneer er iets mis is met het voertuig en kan dan ook aangeven wat er moet worden gedaan om hem te herstellen. En dat is heel fijn, zeker op een eiland. En vaak bij moderne voertuigen, als er wat kapot is, je rijdt naar de garage. Ze moet eerst aan de computer worden gehangen om erachter te komen wat er mis is. Nou, die computer zit hier al in. Dus een aantal hele slimme ideeën die erin zijn gekomen om met eigen mensen erover te spreken en erover na te denken. En daar ben ik trots op. Ook de samenwerking met inkoop. Want het aanschaf van zo'n apparaat, dat is geen sinecure, zo'n aanbestedingsprocedure. Dus ook heel fijn dat we daar goed mee hebben samengewerkt. En hetzelfde geldt voor de samenwerking met de leverancier. Die ook erg open staat voor ideeën vanuit de brandweer. Nou, na een lange aanbestedingsprocedure was het voertuig er eind november. Hij is per schip aangekomen in hetzelfde weekend als dat Sinterklaas hier aankwam. En hoewel we er heel blij mee zijn, zou ik het toch geen Sinterklaas cadeau willen noemen. Daarvoor is die te kostbaar, heeft veel geld gekost. Maar zoals ik al heb uitgelegd, het is ook veel werk voordat je zo'n voertuig binnen hebt. Daar moet je van tevoren goed over nadenken en je moet goed weten hoe dat werkt. Met een mooi resultaat. Het korps is trots op zijn nieuwe crashtender. En de commandant is vooral trots op de manier waarop we hem aangeschaft hebben en gekregen. Jos Hillen, directeur van BS, zegt dat Bonaire op de vierde luchthaven is van Nederland en dat volgend de masterplan van Bonaire aangeeft dat Bonaire zich groter zal gaan ontwikkelen en het verdubbelen van het huidige aantal passagiers. Als je een luchthaven ontwikkelt, dan staat er één ding voorop: veiligheid. En ik zeg ook altijd, de ontwikkeling van een veilige en vlotte verkeersafwikkeling op de luchthaven, dat is een hele belangrijk basisprincipe. En die veiligheid die bieden we met z'n allen en vooral ook met jullie. En we zijn de vierde luchthaven van Nederland, van Europees Nederland en Caribisch Nederland bij elkaar. Daarmee heel belangrijk voor de toegang. En ook heel belangrijk dat we die veiligheid en die samenwerking met elkaar kunnen hebben als brandweer. En ik kan u zeggen, ik heb aardig in Nederland rondgekeken en ik heb het ook bij het afscheid van Jan Janka gezegd. Je zal maar zo'n brandweerkazerne hebben als hier. Dat is geweldig, dat is goed geüthieerd. En er zijn heel veel luchthavens die daar met enige jaloezie naar zullen kijken. Dus dat is een geweldig resultaat wat hier is gerealiseerd en waar wij mee gaan samenwerken. En die samenwerking die blijft niet beperkt tot wat we nu doen. U heeft allemaal gezien dat we gaan beginnen met de opbouw en de verdere uitbouw van de luchthaven. Op dit moment wordt er heel hard gewerkt om de standplaats van de KLM en de TUI op plaats 5 over een week klaar te hebben. En dan gaan we over naar de standplaats 6, waar nu de grote vliegtuigen parkeren. En over 5 weken denken we dat we kunnen zeggen dat alles weer in een goede onderhoudstoestand is gebracht. Dat is ook voor de veiligheid, want als de steentjes op de baan liggen of steentjes op het platform liggen en de motoren gaan aan en die draaien in die generatoren, dan is er een groot drama. Dus een schone luchthaven, fotvrij zoals dat heet, dat is ook een belangrijk doel. Alle rommel en troep die ons daar in die veiligheid kunnen hinderen, moeten we oplossen. We gaan ook groeien. Het masterplan toerisme geeft aan dat groei van de luchthaven van eminent belang is. Niet alleen omdat we in de hele wereld groei zien, 4% per jaar, maar hier gaat het meer groeien. De luchthaven gaat ook groeien en we zijn bezig met het op een rij te zetten van al die plannen die er in het verleden waren. Die waren al in 2009 er, die waren er 5 jaar geleden er. En we gaan nu alles op een rij zetten om de voorkeursrichting te gaan bepalen hoe die groei verder gaat. En die zou wel eens 1,5 à 2 keer groter kunnen zijn dan nu in de verre toekomst. En ook dat moeten we met jullie op een hele veilige manier doen. De samenwerking is uitstekend, tussen de mensen is het uitstekend. Als we calamiteitoefeningen hebben, dan gaan we met een goed gevoel naar huis. Dat we samenwerken en dat we staan voor een
vlotte, maar vooral ook veilige luchthaven. Ik wil u heel erg veel succes wensen met de crash tender. Het is een geweldig apparaat. Veel veiligheid. En dank dat ik hier even heel kort dat mag ondersteunen als grote waardering voor jullie verdere toekomst. Dank. Volgens Hubert-Jan Albert, vertegenwoordiger korpsbegeleider, is de veiligheid op de airport van groot belang. Met heel veel plezier dat ik namens de korpsbeheerder, namens de minister van Justitie en Veiligheid, aan het brandweerkorps de nieuwe crashtender mag overhandigen. Wij kunnen als korpsbeheerder mogelijk maken dat u uw werk goed doet, maar u bent degene die het moet doen en u doet het ook. Goed materieel is belangrijk, maar goede medewerkers zijn ook veel belangrijker voor een brandweerorganisatie. En wij zien dat ook de afgelopen periode u op veel vlakken hier weer erg aan gewerkt heeft. Als het gaat om vakmanschap, opleiden, oefenen, dan heeft u weer heel veel resultaten bereikt de afgelopen periode, waar je ook zelf erg trots op moet zijn. En waar in ieder geval wij als korpsbeheerder trots op zijn dat u dat allemaal bewerkstelligt. En het zit op vele vlakken. Het gaat niet alleen om vakmanschap en opleiding en oefenen, maar ook bijvoorbeeld met betrekking tot de regionale samenwerking gebeuren er goede dingen. Samenwerking met de korpsen van de andere landen. En ik begrijp dat de oude crashtender, die technisch nog lang niet afgeschreven is, wellicht naar Curaçao gaat. Wat ook hartstikke goed is om op die manier de samenwerking te zoeken. Niet alleen regionaal, misschien belangrijker nog, ook op Bonaire wordt er op verschillende manieren goed samengewerkt. En ik vind het wat dat betreft ook heel plezierig dat met twee van de belangrijke partners, dat die dadelijk een rol willen nemen in het in gebruik nemen van de crashtender. De samenwerking van BKCN, van u allen. Enerzijds met het openbaar lichaam, bestuurscollege, gezaghebber, maar ook met de luchthavenautoriteit. En ik ben dan ook erg blij dat zowel de gezaghebber, de heer Reina, de directeur van de BIA, de heer Hille, en Albert Gieling, de algemeen commandant, gezamenlijk de nieuwe crashtender in gebruik gaan nemen. Wij gaan in de reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Dinsdag 3 februari hield Control Global een rondtour waarbij de CEO Joseph Brand een toespraak gaf over de combinatie van dieselgeneratoren en batterij-backup systemen die een van de modernste technologie is in de regio. But this project represents something that's unusual, particularly for the region, which is actually the implementation of something that crystallizes what everyone else is talking about. I always say that they're talking people and doing people. They're critics in the theater and then they're performers on the stage. And Webb and Contour together are doing people. I've seen this since we first came to the island almost 7 years ago. They're not afraid to take the stage, these teams, and to risk failure to achieve something great. The integration of renewables and the state of art battery system, the storage system that you'll see, into Webb's grid, which enables what I consider the most dynamic and reduced carbon energy mix in the entire Caribbean, is an achievement of something great. It is very notable, not simply something that's noteworthy because it happened on this island, but because it's something that people are talking about and have had difficulty implementing around the world. But it's a solution that's required if we are going to transition as a world from high carbon, high intensity fuels to a lower carbon future. We, together with Webb, have created a new infrastructure, a new backbone to put into place that will enable, as we move forward, the rapid deployment of additional renewable generation to meet this extraordinarily high growing demand on the island. So everyone here, and I would invite all of you to do this, should be mightily proud of the contribution to this success. We've done it together. We've done it with great assistance and support as a company from Webb, from all the Contour people who are here and represented around the world, from the government here of Bonaire, from the Kingdom of the Netherlands and their engagement with us over the years in this project. And it's a success that is very, very significant. It's an innovation success. The ideas that have been implemented in growing the generation base here will outlast
the assets themselves. These ideas are integrating renewables and thermal, first. Second, expecting and delivering continuous reliability. Third, lowering the cost of generation. Fourth, using the emerging battery storage and digital control technologies to maximize the renewable production. In other words, to always enable us to be comfortable that when the wind blows or when the sun shines, when the renewable production is able to supply as much of the grid as possible, we're able to do that first before we engage the engines. The project itself was implemented, very complex project. Whenever you have to keep operating, but you're building at the same time, and you're building into the same system that's operating, and you can't shut the system off and finish your construction, when you have to do it simultaneously, it really raises your health and safety risk dramatically, because you have a number of people on the site who are not used to being on the site, who aren't usually here, and then you have the operators that need to do their job, and it really is a hazardous environment whenever you do that. We didn't have the luxury of shutting off the system while we upgraded it for obvious reasons. We produce all of the generation capacity that Webb takes on the island. But I'd like to acknowledge and thank you, Alfredo, for all the work that you and the Webb team have done. You've worked extraordinarily professionally and properly with us. You've always been focused upon the ultimate beneficiaries of our work, and that's the people of Bonaire. And we'd also work on this project with you very deeply, respecting the and acknowledging that the people of Bonaire have placed an enormous trust in us to supply the island with continuous around-the-clock generation. And I think one of the things we're most proud of as a company, in addition to the innovation that we see on the renewable integration, is the fact that for the last 5 years, we've been able together to meet growing demand and meet the demands of the island and not have a single blackout. Volgens Elvis Chinachou is deze project belangrijk voor de groei van Bonaire. In July 2018, the Bonairean government was informed by Webb that because of the growth of the population and business on Bonaire, Webb had the intention to replace the rented LFO engines with HFO engines to ensure that Webb would be able to deliver enough energy to the growing population of Bonaire. In that meeting in July, Webb informed the government that Counter Global just informed Webb orally that they wanted to offer a solution for the growing demand of electricity on the island. The government supported this initiative. With enormous speed, Webb and especially Counter Global worked on a solution that was favorable for the Bonairean population. In November 2018, Webb requested the government as a shareholder of Webb to the approval to sign the variation orders number 13 and 14 that consisted of an investment on behalf of Counter Global of a total $22 million. Webb explained that the investment was for replacement and expansion of the battery energy storage system, the energy management system, and the engines. With this investment, the energy production of Counter Global would be able to cover the demand of the growing island for many years. This was 2018. The building of the plant came after that, and we see now a finished plant. From the moment the plant is in operation, Counter Global is the sole energy producer on the island of Bonaire. The more we can produce ourselves, the less dependent we will be on others. Dependent on fossil fuels, for example, we lately see developments in the countries around us that a supply of fossil fuels are not always secure, and prices of fossil fuel can vary enormously. If we can work on a future where there is less dependency on fossil fuel and there is affordable for the Bonairean population, that will be a big win for the island of Bonaire. For Bonaire, which still has poverty amongst its inhabitants, the monthly electricity bill is still a very high percentage of the monthly budget. As a government, we dream of lower energy bills, and we support every initiative to be able to lower the energy production prices. We read and hear about the energy transition that is taking place worldwide. We see on the island more and more solar panels place
by companies and citizens. The transition is also here on Bonaire, maybe slowly but surely. We are proud as a small island that we are of interest of such a well-known international company, and we hope to be able to enjoy more cooperation in the future with more renewable energy. Congratulations, everybody. Tambe pa bien na tutrado di Counter Global. Benzineprijzen stijgen op Bonaire vergeleken met Aruba en Curaçao. Wietse Koopman, coördinator van Oncobon, legt het prijsverschil voort. Ja, wij werden door een van onze leden erop attent gemaakt dat de prijsverschillen met Curaçao steeds groter werden. En die hebben ons ook wat cijfers gestuurd en die hebben we eens in een grafiekje gezet. En toen hebben we gezien dat eigenlijk vanaf juli de prijzen op Curaçao naar beneden gingen, terwijl ze op Bonaire gelijk bleven. En in september was het zelfs zo dat de prijzen op Bonaire omhoog gingen, vrij stevig, terwijl ze op Curaçao nog steeds naar beneden aan het gaan zijn. En zo zijn die prijsverschillen steeds groter geworden. Nou, omdat wij weten dat Curoil een prijsadvies afgeeft aan Bonaire, en dat dat meestal wordt gevolgd, hebben wij eerst aan Curoil gevraagd van hoe zit dat? Hoe is de opbouw van die prijs op Bonaire en waarin verschilt het van Curaçao? En hoe komt het dat het verschil steeds groter wordt? Nou, het duurde een maand, maar toen kregen we toch na een aanmaning een antwoord van Curoil. En daarin stond van je moet niet bij ons wezen, want het bestuurscollege beslist wat de prijs wordt. En dat doen ze weliswaar op ons prijsadvies. En ons prijsadvies wordt door een onafhankelijk bureau gecontroleerd. Maar uiteindelijk beslist het bestuurscollege hoeveel het wordt. En ons prijsadvies, vertelden ze er nog bij, is op dezelfde grondslag als het prijsadvies wat wij aan Curaçao geven. Nou ja, dan vraag je je echt af, als de grondslag hetzelfde is, hoe is het dan opgebouwd? Kijk, wij kunnen ons voorstellen dat het wat anders is, omdat het ook nog naar Bonaire moet worden getransporteerd. Nou, dat kost waarschijnlijk iets van 2,5 cent per liter. En wij weten ook dat er op Bonaire nog een extra opslag is van bijna 4 cent voor OTB. Dan kom je aan 6, 6,5 cent en niet aan 30 cent verschil. Dus hebben wij op 11 december aan het bestuurscollege gevraagd om ons een verklaring te geven. Hoe is de prijs opgebouwd? Van waar het verschil met Curaçao? En waarom wordt dat verschil steeds groter? En wij hebben ook in het kader van de wet openbaarheid bestuur, hebben we de prijsadviezen opgevraagd die wij van Curaçao niet kregen. Nou ja, daar is het bestuurscollege en de ambtenaren zijn daar nog steeds mee bezig om te kijken van hoe gaan we dit in godsnaam beantwoorden? Vanaf december. Nou ja, dan hebben de feestdagen er natuurlijk tussen gezeten. Maar ze hadden in eerste instantie al uitstel gevraagd tot, of geclaimd, tot 22 januari. En op 23 januari kregen wij een telefoontje van we halen het niet. Dus, nou, inmiddels zijn we 2 weken later, dus denk ik dat we het binnenkort wel zullen krijgen. We hebben gewoon een grafiek gemaakt. Het verschil is nu 33 cent. Het was 31 cent in januari. Dus het is nu weer 2 cent hoger geworden, omdat het in Curaçao goedkoper is. En in Curaçao geeft de regering wel in een advertentie de opbouw van de prijs weer, waarin staat hoe de prijs op Curaçao is opgebouwd. En we weten dus ook niet of dat aan de ambtenaren ligt, of aan het Curoil, of aan het bestuurscollege. Maar we vinden het wel gek dat daar geen uitleg over is. Vooral omdat het nogal veel meer kost. Kijk, wij gebruiken hier op Bonaire iedere maand zo'n 900.000 liter benzine. Nou, en dan kan je dus uitrekenen, als wij 30 cent, 33 cent meer betalen dan Curaçao, dan betalen alle autobezitters per maand zo'n 270.000, 300.000 dollar meer dan ze op Curaçao zouden betalen. Niet alleen rechtstreeks in de prijs van benzine. Het vervoer is een onderdeel van de kostprijs en dat wordt doorberekend aan de klant. Dus uiteindelijk betaalt iedere burger op Bonaire betaalt dat extra iedere maand. Het kan best zijn dat er een logische verklaring voor is.
En die hebben wij gevraagd aan het bestuurscollege. Nou ja, wij hopen dat het feit dat we hier nu zoveel aandacht voor vragen, dat daaruit blijkt dat er ergens een fout is gemaakt. En dat die fout wordt gecorrigeerd. En dat dat dus resulteert in lagere benzineprijzen. Vrijdag 31 januari bracht UNICEF de lagere scholen samen, waarbij de winnende tekeningen per school bekend werden gemaakt voor het UNICEF Child Rights Film Festival Caribbean Edition. Vandaag worden de winnende tekeningen bekendgemaakt. Dus de kinderen hebben al les gehad in kinderrechten. Daar hebben ze tekeningen op gemaakt. En vandaag gaat Nina vertellen welke tekeningen verfilmd gaan worden. Dus van iedere school wordt één film gemaakt. Samen met Dennis Martinez van Bio gaan wij samen met de kinderen een film maken van die tekeningen. De kinderen gaan dus ook heel veel waar, gaan dus ook een script maken en dat gaan we verfilmen. En die film die wordt van elke school, die kan later een prijs winnen. Nou, daar gaan we natuurlijk ook een hele grote première voor organiseren. En van die 5 films, want er doen nu 5 scholen mee, daar komt ook weer 1 winnaar uit. En die gaat meedoen met de grote finale die ook hier op Bonaire wordt gehouden. Dat zal in juni zijn. Dus van alle winnende films van de 6 eilanden. En daar zal ook 1 film van Bonaire van zijn. Die film van Bonaire zelf, wanneer moeten ze klaar zijn? Ja, wij gaan er nu vanaf vandaag, zeg maar, zodra de winnende tekeningen bekend zijn, hard mee in de slag. Dus in februari gaan we met de scripts bezig. En dan gaan we in maart en april gaan we filmen en editen. En dan in mei zal de première zijn. Kinderrechten, heb je een boodschap voor die mensen die ons nu kijken? Kinderen, ook grote mensen, voor kinderrechten? Ja, zeker. Want als je kijkt naar wat hier vandaag gedaan wordt, bijvoorbeeld Voogdijraad, die heeft aan de kinderen de opdracht gegeven van, joh, ga eens een advies aan je ouders schrijven. Nou, jullie zouden echt moeten zien wat voor mooie reacties daartussen staan. En een daarvan is bijvoorbeeld, we hebben die schone wereld nodig, let daarop. Maar ook van ouders, ook al zijn jullie uit elkaar, alsjeblieft zorg ervoor dat ik het oké heb, dat het goed is voor het kind. Want dat zijn wel, ook in de tekeningen zie je dat wel terug. Er zijn een aantal thema's die belangrijk zijn. Dat is pesten, privacy, gebroken gezinnen, dus een veilige thuissituatie. Dat zijn wel 3 dingen die veel getekend zijn. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedoder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.